Welkom namens DVS TV bij deze tweede thuiswedstrijd in de hoofdklasse C tussen DVS 33 en AZSV. Het is een prachtige voetbalzondag, maar, of zaterdag moet ik zeggen, maar toch ook wel een zaterdag met een zwart randje. Want vanmorgen om 9:00 is overleden het lid van de businessclub Rob Hofman. En wij zijn met onze gedachten allemaal bij de familie Hofman. Dat in eerste instantie. Jan, vanmiddag de wedstrijd DVS AZSV. Het publiek denkt, nou, dat wordt een makkie, dat is gewoon 3 punten erbij. Ja, zo denkt het publiek, maar wij in ieder geval niet. Ze hebben vorige week nip verloren van ACV, wat wij toch eigenlijk aardig hoog achten. Nou, als je daar met 2-1 van verliest en zelf ook nog wel kansen hebben gehad, dan denk ik van ja, dan wordt dat voor ons geen makkie en wij moeten sowieso nooit denken dat we een makkie hebben. Nee. Zeker niet na die enorme goede wedstrijd die DVS verleden week speelde in Wierde, waar ze echt voor het eerst echt een hele volwassen pot speelde van A tot Z, van de eerste tot en met de 90ste minuut. En dan denk je al heel gauw na zo'n wedstrijd, nou, dat gaat dus altijd zo vanzelf. Maar nee, ik denk dat de inzet toch altijd wel de basis moet zijn. Daar ben ik ook benieuwd naar. Dat hebben we ook vooraf gezegd. Van jongens, dit zijn eigenlijk linker wedstrijden. Vorige week ging eigenlijk alles goed wat maar goed kon gaan. En als je dan vandaag in ieder geval hetzelfde bij je op kunt roepen als dat ze vorige week gedaan hebben. Ja, dan ben ik niet zo bang. Maar het gemakzucht is, dat hebben iedereen wel eens last van. En, ik geloof niet dat het in de groep zit, maar je weet het natuurlijk nooit. Maar in principe moeten wij, als we zo voetballen zoals vorige week, hoeven wij voor niemand bang te zijn. En dat zijn we eigenlijk ook niet. Maar een groot gedeelte van de selectie heeft dinsdagavond gespeeld tegen Huizen. Dat tekent ook het feit dat de selectie behoorlijk jong is. Want het is onder de 23 jaar, hè, een wedstrijd. Dus je hebt eigenlijk maar 2 keer getraind deze week? Ja. Nou ja, dat mag ook geen probleem zijn. Die groep is volgens mij hartstikke fit. En nee, daar zijn we niet zo bang voor, joh. Dat 3 keer trainen, 2 keer trainen. Het is mij om het even. Je hebt er vanmiddag het volste vertrouwen in. In principe dat die jongens dat gewoon weer opbrengen. Wordt het ook echt langzaam maar zeker een team die het zelf oplost? Nou, dat hoop je. Maar je probeert ze in ieder geval wel het besef mee te geven, joh, dat er best mooie dingen kunnen gebeuren. Alleen zul je dan wel iedere week, ja, tot het gaatje moeten gaan. En als ze dat bij elkaar op kunnen roepen, joh, dan nogmaals, dan denk ik dat wij een hele goede groep hebben en die van iedereen kan winnen. En zorgen dat we nooit door de ondergrens zakken, dan kunnen er leuke dingen gebeuren. Ja. En de opstelling is in principe precies hetzelfde als verleden week? Ja, als het goed gaat, dan hoef je vaak niet te wisselen. Maar ook dat hebben we eigenlijk al meerdere malen aangegeven. Joh, van, mocht er bij ons eens wat gebeuren, hoeven wij niet direct in paniek te raken. Omdat we hele goede mensen erachter hebben staan die er heel kort op zitten. En dat maakt het voor ons eigenlijk alleen maar makkelijk. Alleen is het voor de jongens waar het om gaat wel even vervelend. Maar als die het geduld op kunnen brengen, dan gaan we ook daar plezier aan beleven. Blessure van Ali Akla valt mee? Ja, achteraf wel. Ik heb zoveel medische termen gehoord. Ik dacht gewoon dat hij door zijn enkel heen klapte. Maar ik heb een mail gehad van de medische staf. Ik dacht, nou, dit is niet best met hem, maar het schijnt mee te vallen. Dus. Allemaal Latijnse namen? Oh, je wilt niet weten, joh. Dat, allemaal woorden zonder klinkers. Oké. Nou, dames en heren, we gaan vanmiddag hopelijk kijken naar een fantastische wedstrijd tussen DVS en AZSV. De opstelling ziet u vanzelf op het scherm. En ik wil de trainer Jan Veldhuizen heel veel succes wensen. Altijd een heel indrukwekkend geheel. Een minuut stilte ter nagedachtenis van Rob Hofman. Een zeer bevlogen DVS-supporter. Een man die altijd enorm meeleefde met de wedstrijden. Ook zijn nu en dan zijn commentaar klaar had. En daar genoot ik persoonlijk altijd behoorlijk van. Hij was van tijd tot tijd lekker kritisch. En deze Rob Hofman is getroffen door inderdaad een herseninfarct. En hij is niet meer onder ons. Zeer, zeer triest bericht. En nogmaals, we zijn met z'n allen met onze gedachten bij het gezin Hofman. De wedstrijd staat op het punt om te beginnen. Nog beter, het is begonnen. Ook aan Sorken. Naar Robert de Vries. Robert de Vries hier aan de linkerkant. Passeert zijn tegenstander heel makkelijk, draait heel erg mooi naar binnen toe. Maar nu toch Mike Arends. Mike Arends met een schot en daar de inkomende. Ja hoor, het is al zover. Prachtig. Daniel van Warven. Ja, nou, ik heb het hem beloofd.
Eén doelpuntje betekent een interview na afloop van de wedstrijd. Maar hij staat daar steeds op die positie om via de rebound te scoren. Het was een schot van Mike Arends. De keeper die kon hem niet klem vastpakken. En zodoende staat DVS 33 hier op een 1-0 voorsprong. Al na pakweg een minuutje of 10 spelen. Stand hier in Ermelo. Dus 1-0. Doelpuntenmaker Daniel van Warven. Nummer 18, Daniel van Warven. Ja, en DVS 33 heeft net gescoord. En nu moet ik weer eventjes kijken naar... Oh, die bal die belandt tegen de paal. Een schot van Mike Arends. En via het been van een van de verdedigers van AZSV belandt die bal op de paal. Dat had zomaar 2-0 kunnen betekenen hier in Ermelo. Daniel van Warven, bal aan de voet. Kijkt en zoekt gelijk weer Roald de Vries op. Komt daar mee op aan de linkerkant. En nu Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter die daar met Roald de Vries weer wat wil opzetten. Maar dat mislukt. Oh, daar gaat Van Aken de fout in. Paast hem precies in de voeten van Roald de Vries. Nu Christian van der Kamp gebruikt zijn lichaam heel goed. Maurice de Ruiter verplaatst het spel helemaal naar de andere kant. Goed gezien. Ronald Hoek daar. Paast hem op Mike Arends. Mike Arends naar Ronald Hoek. Mooie combinatie. Nu, ja, Daniel van Warven. Maurice de Ruiter. Ja hoor, hopsa, daar gaat hij. Prachtig doelpunt, Maurice de Ruiter. Via een stuit, eerst die poging van Daniel van Warven. En via de keeper komt die bal met een stuit bij Maurice de Ruiter. Hij blijft er heel rustig onder. Zo van, ja, dat is toch gewoon mijn plicht. Zo'n bal moet ik gewoon tegen het net aanjagen. En dat doet hij dan. Prachtig doelpunt. En DVS komt op een mooi moment op een 2-0 voorsprong. Hier in de thuiswedstrijd tegen AZSV. De speler komt DVS 33 Ermelo op 2-0. Doelpuntenmaker met nummer 13, Maurice de Ruiter. Dan weet u het wel hoe laat het is. Maar DVS voor ons nog in de aanval natuurlijk wel ietsje gevaarlijker. Ronald Hoek daar. Een mooie paas op de inkomende Christian van Kampen. Die trekt die bal terug. En een prachtig schot van Mike Arends. Lekker laag over dat kunstgras. Volkomen onhoudbaar. Schitterende knal. Met de vreef. Vol geraakt. Prima teruggekaatst door Christian van der Kamp. En vanaf een meter of 18 poeiert Mike Arends daar die bal achter de doelman Ruud Kempers. En ik zou zo zeggen, Mike, je hebt weer ongelooflijk goed geluisterd naar de baas. Oh, god. Wat een ongelofelijke mooie actie van Maurice de Ruiter. Oh, dit is werkelijk waarvoor je naar het stadion gaat. En ook trainer Jan Veldhuizen die gaat daar even voor staan. Prachtige bewegingen van Maurice de Ruiter. Ik was er eventjes niet bij omdat ik net even een verslagje voor Radio Nunspeet moest afronden. Maar deze actie is ook, die verdient ook wel weer de schoonheidsprijs. En heel erg jammer dat er ook aan Sojkan zijn vizier met het hoofd net niet goed had staan. Want dit was wel rijp geweest voor een doelpunt. Maar ik ben zelf al tevreden met zulke soort acties van Maurice de Ruiter. En hij begint ze gelukkig voor DVS steeds meer te laten zien. Wat dat betreft is hij deze competitie beter begonnen dan dat hij verleden jaar geëindigd is. Want toen hadden we toch te maken met een Maurice de Ruiter die op een of andere manier wat vermoeidheid toonde. Maar nu laat hij toch echt langzaam maar zeker heerlijke dingen zien. En nu weer Roald de Vries. Roald de Vries met Daniel van Warven en daar met Maurice de Ruiter. En nu dan wel een overtreding ten opzichte van Christian van der Kamp. En dan gaat ongetwijfeld een vrije trap komen. En ik zie daar Mike Arends al in de richting van de bal lopen. Andere spelers zouden hem ook wel eens een keer graag willen nemen. Roald de Vries die heeft natuurlijk ook een enorme pegel in zijn poten. En nu gaat ongetwijfeld Mike Arends dat denk ik toch wel doen. Hoewel nog eventjes
gesproken wordt door Roald de Vries. Maar ja, ik kan me voorstellen, Mike is natuurlijk al een paar keer ook in de oefenduels en in de districtsbeker succesvol geweest met die vrije trap. Ik weet niet of de keeper naar DVS TV heeft gekeken, maar ja, Mike Arends die trapt ze of in de linkerbovenhoek of in de rechterbovenhoek. Hij komt nu in de rechterbovenhoek. Ja, daar komt hij. Hopsa. Ja hoor, dat is hem weer. Mikey, wat luister jij nog ongelooflijk goed naar de baas. En wat heeft die jongen toch een heerlijke trap. En wat begint hij toch steeds beter en beter te voetballen. En te laten zien dat hij via deze fantastisch mooie trap DVS 33 op een 4-0 voorsprong brengt hier in Ermelo. Maurice de Ruiter die toch ook van tijd tot tijd zijn verdedigende werk niet schuwt. Heel goed, leuk, goed om te zien. Prachtige paas op de lopende Kemink. Och, wat een beauty van een doelpunt is dit. Schitterend doelpunt van Kemink, Wietse Kemink. Daar komt het publiek ook voor naar het stadion. Heel erg mooi, zeer bekeken doelpunt van Wietse Kemink uit die prachtige paas. Heel erg mooi. En dat is een teken dat deze ploeg echt wel kan voetballen. Dat is dan natuurlijk 3-0. WVF toch een wat de mindere broeder uit de hoofdklasse C. Nu balbezit voor DVS via Steven de Geiter, Michael Moussa. Michael Moussa krijgt die bal toch voor, maar kan worden weggebrekt. En daar komt Kemink weer in balbezit. Nu mee verdedigen door Christian van der Kamp. Toch kan de nummer 2, Freek Mulder. Oh, de scheidsrechter maakt er gewoon een eind aan. Nauwelijks blessuretijd. En hier is de wedstrijd tussen DVS 33 en AZSV afgelopen en is de wedstrijd geëindigd met een 4-1 overwinning van DVS 33. Een hele nette 4-1 overwinning voor DVS 33. En ik dacht dat of Mark Tucker of Egbert Dijkhuis, een van die twee, heeft die uitslag ook geraden in de uitzending van de warming-up op VWW FM. Maar DVS doet hier natuurlijk goede zaken, pakt 3 punten mee. VVOG heeft in ieder geval sowieso, denk ik, verloren. En Flevoboys, ja, dat is maar even afwachten. Maar ja, DVS 33 hier weer een prima prestatie voor 4-1 in het voordeel van DVS op de opzichte van AZSV.